vandaag hebben over ja, wat dan heet passie. Ik dacht dat het een blad was en als mensen echt in paniek zijn, dan gaan ze altijd roepen, wat is je passie? Overslaande stem. Maar eigenlijk gaan we het over inspiratie hebben. Wat is er nou in 2012 gebeurd dat jou echt inspireerde, waar je desnoods je leven voor zou willen geven? Mag ik een warm applaus voor Joris Merks. Ik heb de mensen meegenomen door mijn overgang van als vechtsporter naar het professionele leven. Develop yourself to the benefit of the world around you. If you encounter a problem, change it, accept it or leave it. Vandaag heb ik de reclamebranche opgeroepen om te helpen de branche te verduurzamen eigenlijk. Wat zenden we nou eigenlijk met z'n allen de wereld in? En dan kan je denken aan tastbare wezens, dus al die reclamefolders die maar op straat belanden. Ik heb net ook al in mijn speech aangegeven dat passie vind ik een beetje een moeilijk woord. Wij maken er zelf wel eens passie van, om dat ook een beetje te relativeren. De ontwikkelingen die digitaal in zich meebrengen gaan wel natuurlijk over transparantie. En ik denk zelf dat daar heel veel kansen liggen, omdat waar je vroeger heel makkelijk kon zenden met was witter dan wit en het werd toch wel gezien, is dat nu gaat dat steeds lastiger worden. Dus je zou iets moeten maken waar mensen naar willen kijken. Het lijkt een beetje raar om te spreken over passie bij dit onderwerp. Er zijn 1500 mensen in Nederland met AMS. En nog even heel snel voor je de ziekte niet kent. Het is een zenuwziekte. Het is dus geen spierziekte, maar daar vallen je spieren één voor één uit en je bent dan binnen 5 minuten. Er is ons gevraagd door deze stichting, omdat er is 0 euro budget. Dus iedereen, inclusief alle exploitanten die hier nu in de zaal staan te borrelen, werken belangeloos mee. Wij hebben dus een campagne gemaakt die bewijst hoe genadeloos deze ziekte is. Ik heb de laatste 2 jaar heel hard rondgehold met projectje. Als er nou iets is wat er in 2013 en daarna zou moeten gebeuren, is dat we toch de macht weer eens gaan controleren. Het gaat over inspiratie, het gaat over vernieuwing, het gaat over anders durven zijn, wild durven zijn, dwars durven zijn. En dat hebben we nodig, want dat is het enige wat Nederland en wat het oude Europa onderscheidt ten opzichte van de rest van de wereld. In de rest van de wereld hebben ze meer klanten, kunnen ze harder werken, hebben ze meer discipline. Dus het enige wat we hier tegenover kunnen zetten is slimmer zijn.